Yo, dan mensen, leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Vandaag is het tijd om nieuwe spelers in Fusion te gaan blessen met een gloednieuwe dikke auto, jongens. We gaan namelijk even rondkijken bij Guardians of er een leuke auto te koop is voor deze nieuwelingen. Ik ben van plan om sowieso een elektricien persoon een nieuwe auto te geven. Dat zijn namelijk mensen die vooral net in de stad komen, een beetje geld aan het grind zijn, nog op de saaie, simpele manier. En als hun natuurlijk een dikke auto kunnen krijgen in het begin, dat zou hun dag sowieso maken. Het is natuurlijk decembermaand. En in de decembermaand ga je natuurlijk een beetje hier en daar wat geven, cadeautjes geven. Ik vond dit natuurlijk een heel mooi idee voor een video. Vergeet niet te abonneren en met dat belletje aan, jongens. Ik zeg het eigenlijk nooit, maar dat belletje is super belangrijk. Zo mis je nooit de dagelijkse content die ik upload. Zou super dope zijn. Zoals je ziet, jongens, ben ik in een Future beland. Ik heb hier mijn mooie dikke Golf 8 staan. Dit ding is fucking ziek natuurlijk. Het is een soort van R gecombineerd met een GT nog. Je ziet het R'tje daar links, maar met een rode lijn in de grill. Ik heb zelf de GT-versie in het echt. Die heeft zo'n rood lijntje ook, maar dat is geen R. Dus we gaan met deze auto even op pad. We gaan een beetje langs de car dealers. Op dit moment is het namelijk 4:30 in de avond. En er zijn op dit moment 333 mensen online. Dus ik denk dat er wel een car dealer actief is. Dus laten we even rond gaan rijden in deze auto. En dan gaan we even een beetje kijken of we een leuke auto kunnen gaan vinden. Ik denk dat een elektricien natuurlijk altijd wel blij is met een auto. Dus ik denk niet dat we een metabak moeten gaan fixen. Maar gewoon een mooie, gloednieuwe, dure auto zou wel leuk zijn. Dus we rijden eerst even naar de car dealer, zeg maar, bij het vliegveld. Kijken of die actief is. En anders moeten we even een rondje rijden, man. Dus let's go. Oh my god! Oh! Alright, jongens, ik rijd toevallig hier ook redelijk in de buurt bij de elektricien. Misschien, ik ga even kijken of er al een paar mensen misschien eventueel al in dienst zijn. Of omkleden of facturen verkopen. Ik wil gewoon wel weten of er wel mensen aan de slag zijn hier. Even kijken, er zijn wel wat mensen hier aan het rennen. Ik zie een busje rijden. Ja, oké, er is sowieso één elektricien bezig, want die zie ik nu rijden in die bus. Verder zie ik ook een paar hier gewoon stilstaan. Misschien dat zij ook bezig zijn. Ik ken een paar locaties van elektricien uit mijn hoofd. Volgens mij zit hier er één. Ik zie daar nog een busje. Bij Pitstop zit er een paar. En hier rechts ook volgens mij bij olievelden. Dus ik ga een beetje die locatie zo meteen langs met de nieuwe auto. Ik ga ook alvast in de nieuwe auto rijden. Ik heb nog geen idee welke ik ga kopen trouwens. Maar oh, hier rijdt er nog een. Ja, 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 ja. Dit is een goed teken. Dan weten we sowieso dat er mensen aan het werk zijn. Dus dat is nice. Alright, jongens, we zijn bijna bij Otto's. Ga een nieuwe wagje uitzoeken, man. Ik hoop wel even dat er een dikke bak staat, man. Let's get it. Mooie pareltjes staan hier, jongens. Ik zie even zo mooi, toch? Ja, ik zie wel. Mag ik even rondkijken hier? Kijk hoor, er is drie. Oh, een M5, zo'n oude. Kijk, die X7 is ook misschien wel leuk voor... Ja, het is natuurlijk sneeuw, dus off-roaders zijn vooral een beetje gewild nu. Dus die X7 is denk ik niet heel duur, maar misschien wel nice. M5, zo'n oude. Deze kan je... Morgen. Deze kan je zo mooi tunen ook, man. Fucking deze sleeper staat er ook op. Er is drie. Morgen, u ziet eruit alsof u hier werkt. En is die Brabus E800 fully of niet? Dat is best wel een dikke bak om zelf te hebben eigenlijk, man. Die kan ik ruilen of zo. Ik heb hij is fully X en de ophanging is voor 3 van de 4. Oké, okay, en hoeveel is dat een leuke apparaat? 1.5. Is er een ruilmogelijkheid ook toegestaan hier? Hij heeft een ruilaanbod. Kom eens terug, hè? Ja, dan ga ik misschien mijn M5 ervoor inruilen. Ik vind deze veel dikker namelijk. Qua geluid en beleving of zo. Ik weet niet. Ik vind deze wel wat groffer. Alright, oké. Okay. Ondertussen ga ik even kijken naar die misschien. Maar ik denk dat ik die X7 ga meenemen voor een neus, man. Zo, hier, hoppakeitje. Waar kan ik zitten? Hier zo? Oh, ik kan niet tussen die stoelen. Nou, oh jawel. Hi, ik heb een fully tuned M5 eigenlijk. Die ik, ja, misschien zou willen inruilen voor die E63. Ik weet niet of dat mogelijk is. Dat eigenlijk niet, maar misschien... misschien wel wat geld erbij, maar ook wel verlegd met mijn collega. Ja, oké, okay, want zo'n M5, hoeveel is dat ding waard? Fully tuned? Hij heeft fully XX, of heb ik wel fully? Hij heeft geen panzer, maar volgens mij wel ophanging, dacht ik. Helemaal fully. Ik ga stuk, ik koop gewoon een eigen auto. Dat was de eerste bedoeling, maar ik zag het toevallig staan. Die is heel gewild namelijk nu. Die zie je echt nergens meer bijna. In de car die is ook uitverkocht namelijk, dus vandaar. Zag hem hier toevallig staan, denk je, ja! Nieuw DC-bak. 4 ton, man, ding. 4 ton? Ben, daar ga je helemaal, kennen we niet 3 ton ervan maken. 4 ton, man. Ik wil ook kan niet, ik wil ja, dat weet ik. Dat is ook niet erg. Maar zo'n M5 is toch ook wel wat waard? Zei je meneer? Volgens mij is zo'n M5 ook wel wat waard. Is hij uitverkocht in de car dealer ook? Jawel, toch? Mag ik die auto eens even zien? Ja, is goed. Komt er even mee, jongen. Hoppa. Ja, ik wil hem wel hebben, jongens. Maar 3,5 ton erbij is... Vind ik nog steeds veel, man. 3 ton is ook... Hè? Rijd er maar eens even in. Car dealer maak je verlies op deze manier. Ja, hé. Hey, zeg jij nou, hè? Wie is deze guy? Je bent dat is een neppe Andrew Tate of zo. Ja, nee, nee. En Andrew Scheet is dat. Ik weet niet wat hij aan het zeggen is. Hey, Andrew Scheet, ga eens weg, man. Oh, oh, oh. Ja, ja. Oh, ja, hoor. Jeetje, meneetje. Volgens mij staat de car dealer meer stil dan als ze zelf rijden, of niet, jongens? Jezus. Ik ben benieuwd of ze hem gaan kopen. 3 ton ga ik echt de max doen. Dan heb ik nog 1.2 over. Ik ga sowieso de X7... Wacht, ik heb een plan. Ik heb een plan. Ik heb een fucking goed plan. Ik ga de X7 erbij kopen en dan een soort combi-deal maken.
Is een van jullie toevallig ook die eigenaar van die X7 die daar stond? Ja, voor mij. Kunnen we niet een combi deal maken, dat ik die er ook bij koop? Ja, maar het is een aparte, snap je? Sorry? Het is een aparte, snap je? Hoe bedoel je? Ja, dat, ja. Dus jij is een aparte eigenaar. Ja, oké. Okay. Dat gaat lastig. Nou, misschien dat jullie de... Dus ja. Kan jij gewoon 350 bij hem bijleggen, dan vind ik 350 goed voor X7. Hoeveel kost die X7? Is die fully trouwens? Ja, richtprijs was, ja, fully XX. Richtprijs was 4 ton, maar 350 vind ik ook wel goed. Weet je wat? Dan doen we dat. Dan koop ik die erbij, 350 op deze. En dan koop ik die twee auto's. Ja, dat is goed. Let's go, man. Yes, ik heb hem. Top, man. Dan stek ik hem heel veel weg, hoor, jongens. 1 seconde. Ik zal de kleur niet aanpassen. Nee? Oh, dan ga ik hem zo houden, man. Ik ga stuk. Je mag de kleur niet veranderen, anders moet je weer in. Ja, de groeten met jullie, jongen. Ik ga stuk. Deze is voor 350, jongens. Hij is fully. Goedenavond. Wat is er? Even mee, kom naar die golf. Ja, ik moet heel even hier de X7 nog komen. Geef me een seconde. Waar is de eigenaar van deze... even kijken. Meneer, u was van X7, toch? Ja, hoor. Helemaal goed, jongen. Dan wacht even. Ja, tuurlijk. Hij 350 voor de X7. Ik geloof de tune zo, hoor. Hij is... ik ga hem toch weggeven. Even kijken. Ja, ik heb... Nee, joh, ik geloof je wel. Anders is de naam van de car die niet zo heel hoog, denk ik. Ja, ik heb de sleutels. 1499. Ja. 350. 1, 2, 3. Bang. Is het binnen? Kijk, top. Ja, heb ik goed, jongen. Hey, werk ze nog, mannen. Hey, dank u. Hey, yo. Alright, man. Ik heb de auto even uit mijn garage gehaald. Ik ga even op zoek naar een werkende elektricien. Ik wil eigenlijk wel even op een rustige plek zoeken. Ik heb niet mega lang de tijd, maar dit ding is niet eens zo heel slecht. Hij rijdt best wel leuk. Hij remt ook wel decent. Dit is wel een goede sneeuwauto, man. Oprecht. Wat is de topsnelheid eigenlijk? Even kijken. 256, dat is niet... Nou, dat is niet de hoogste snelheid natuurlijk. Een SRT die knalt hem echt wel makkelijk uit. Maar het is ook niet dat het ding verschrikkelijk kut is of zo, man. En voor een beginner... Oh, shit. Hier is niemand aan het werk. Ik moet een beetje... Ja, ik weet niet elke locatie uit mijn hoofd van de elektriciens. Maar laten we even snel op zoek gaan hier in Merelpark, man. Waarschijnlijk zit daar sowieso iemand, man. Ik zie hier een elektricien. Oh, perfect. Oh, nee, mijn game hangt vast. Alright, jongens. De stad is weer geherstad. Dus ik pak even gelijk de Bampy uit de garage. Ik heb het gevoel dat de mensen al natuurlijk weer lekker in dienst zijn. In dienst, ik ben echt te veel aan het politieagenten, zou ik maar zeggen. Hier daar een elektricien. Oh, we gaan hem volgen. Ik ben gewoon benieuwd wat hij gaat doen. Laten we deze meneer volgen. Dan gaan we gewoon even een babbeltje doen. Dan gaan we eerst even kijken hoe die guy is. Misschien is er wel een hartstikke HC persoon of praat hij niet eens. Dus we gaan even kijken of deze guy een beetje relaxed is. En we gaan gewoon kijken wat hij allemaal aan het doen is vandaag, man. Gewoon even een gesprekje aanknopen. Oké, we gaan hem even volgen, jongens. Ik ga even vragen aan deze guy hoe lang hij al in de stad is en hoeveel geld hij heeft. Bijvoorbeeld, stel deze man heeft al 1 miljoen op de rekening. Ja, dan kan ik hem wel een auto geven, maar dan gaat hij gelijk verkopen. Ik wil wel echt iemand hebben die zeg maar er iets aan heeft, man. Allright, ik ga vragen aan deze meneer. Meneer, hallo, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hey, een vraagje. Ik zie dat jij hier aan het werk bent. Ben je al lang in de stad, of niet? Nee, net nieuw. Net nieuw? Oh. Hoe lang ben je al in de stad? Zal ik even playtime kijken? Ja, dat is goed. Ik ga gewoon doen alsof ik ga... 9 uur. 9 uur? Zo, dat is wel heel... dat is echt je eerste dag. Ja. Wat verdorie, man. Oké. Ik had een vraagje. Weet jij waar ik deze auto kan verkopen of niet? Ja, je bent er wel kort, hè? Dus ik denk... Ja, dat klopt. Ik wil hem zelf verkopen voor 40k, maar ik denk dat jij daar niet mee... 40k? Ja, hij is... Ik heb hem ooit voor 350 gekocht, man. Ja, maar ik wil hem best overkopen voor 40k. Oh, shit. Wil je hem eens even van binnen zien, even de auto? Ik heb geen idee. Kom eens even mee, jongen. Je bent 9 uur al in de stad, of niet? Ja, ja. Heb je al 40k? Dat is best wel veel eigenlijk. Ja, gewoon elektricien. Je kijk, ga er eens even in zitten, jongen. 20k ja, want staat natuurlijk. Oh ja, dus je hebt 40k in totaal al. Zo. Heb je al een voertuig of niet? Ja, van iemand gekregen. Wat voor voertuig dan? Hij heeft er al een gekregen. Ford F-150. Een Ford F-150, is dat zo'n pick-up truck of niet? Ja. Oh, van wie heb je die gekregen dan? Hij heeft er al een gekregen. Hij heeft dus al ooit een auto gekregen. Ja, Tony! Oh, wat een aardige guy dan. Maar oké. Nee, goede zin, man. Lekker bezig dan, kerel. Ja, ja. Nou, helemaal goed, jongen. Ja, ik wou je even een kleine 10 ruggen. Is dat goed? Daar heb je wel wat aan, toch? Ja, zeker. 2,17. Kijk, 2,17. Ik geef wel iets, maar ik wil echt iemand hebben die geen voertuig heeft, man. 10, 1, 2, 3. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft, jongen. We hebben toch even een kleine vergoeding. Hoppa. Hij werkt ze nog, hè, kerel. Hey, tot ziens. Yo. Nee, hij kijkt deze video dan denk ik ook. Nee, het is echt een legend, hoor. Maar ik wil eigenlijk iemand hebben die gewoon... niet eens zo'n voertuig heeft, weet je. Echt zo'n guy die gewoon... Deze guy heeft dus eigenlijk al een auto een keer gekregen. Ja, als hij dan ook weer een auto geeft, is het misschien ja, niet zo heel interessant. Yo, jongen! Oh, kijk. We hebben er al één gevonden. Hij rijdt net weg hier. Alright, we gaan hetzelfde doen als net. We gaan deze guy ook even een beetje ondervragen van... Yo, wie ben je? Wat? We gaan even kijken of deze man misschien wel helemaal niks heeft. We gaan het even zien. Ik ga namelijk gewoon vragen of hij deze auto wil kopen of zo.
Even kijken, we gaan er gewoon volgen dat hij een beetje bij zo'n locatie staat. Even kijken, ja, deze guy is sowieso aan het werk hoor. Ja. Je moet het altijd even kijken. Niet dat hij gewoon zomaar die bus jat om te VDM'en of zo. Je weet maar nooit. Dan geef ik een gratis auto aan een VDM'er. Dat hebben we ook niet. Kijk, hij gaat naar een locatie toe. We gaan even checken. Meneer, hallo. Yo. Yo, man. Hé, hey, ik had een vraagje. Hoe lang ben je al in de stad? Ik, echt helemaal niet lang. Wat is helemaal niet lang, als ik vragen mag? Een weekje of zo. Een weekje? Oh, heb je al een voertuig of niet? Nee. Oh, je hebt nog geen... Wil je misschien deze kopen van mij, die X7? Hij is fully tuned. Ja, nee, zoveel geld. Oh, hoeveel geld heb je dan? We kunnen misschien wel even kijken. 25k. En je werkt al een weekje? Ja. Dat doe je niet echt veel met je geld, of wel? Nee, maar ik... Ik heb een auto 25k. Gekocht en heel veel geld is voor mij weg. Oh, wat voor auto heb je gekocht dan? Nu heb ik een Mini. Een Mini? Oh, dat is best wel een goede auto, toch? Wat? Wil je anders misschien een testritje maken? Mocht je hem ooit wel willen kopen, dan weet je hoe die rijdt. Ja, dat wil ik wel. Nou, is goed. Kom. Als dat even tussen je werk door kan. Oké, ik ga gewoon bullshit verhaal opzetten dat hij misschien ooit kan kopen. Maar ik ga hem gewoon gratis geven. Zo, kijk, hij is open. Stap maar even in. Dan gaan we even een rondje rijden. Het is wel een goede auto voor in de sneeuw, man. Ja, dus als je een beetje doorspart, dan kan je hem ooit wel een keer halen. En hij mag off-road trouwens. Oh, dat doet wel. Dat is ook wel nice, hè? Ja, dus misschien als je die Mini een beetje verkoopt en je gaat een beetje doorwerken, dan kan je hem binnenkort misschien, ja, als je hem echt wil hebben, kopen. Ja, dat wordt wel dingen. Ja, hè? Dat is wel dik. Deze man die... Ja, wat een kutverhaal zit ik op te houden. Hoeveel verkocht jij hem? Ja, 350 hebben we gekocht. Dus eigenlijk wil ik wel voor 360k weer verkopen, man. Zo hard, toch? Ik denk dat ik daar wel, toch 10.000 euro winst. Hij zit echt een kloot, jongen. Ja, man, dik ouwe. Nee, wat is je naam trouwens, als je vragen mag? Jorrit. Jorrit? Spreek het goed uit? Ja. Jorrit, oké. Okay. Ah, man, Jorrit, nice. Mag ik misschien je nummer, als ik het geld heb, dan België. Ja, als je het geld... Ja, is goed. Zullen we even contact uitwisselen? Ja, ja. Als we even naar jouw bus anders rijden, dan kan jij jezelf even afzetten. Ja. Let op, ik ga nu de sleutels geven, jongens. Kijk, op. Geef sleutels 261. Kijk, hoppa. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Zo, ik heb het even overheen geluld. Hij heeft het niet door. Let's go. Yes, als je me in die pijl hier zo kan neerzetten, dan kan ik hem gelijk wegzetten. Let op. En dan gaat hij hem wegzetten, jongens. Let op dit. Kijk eens even zien. Waar is die rode pijl? Kijk daar. Yes, als je hem erin kan zetten en even op de E-spier klikt of zo. Kijk eens, die is voor jou, jongen. Hé, hey, werkt ze nog, kerel? Ik ga je even eraf zetten. Wat een legend. Ja, maar die mag je hebben, kerel. Die heb je verdiend, jongen. Ik ga stuk, even niks doorgehad. Hey, Jorrit, stap even in, jongen. Zet je even af bij je bus. De stad is net wel gerelaunched, dus ik ben even benieuwd. Misschien dat we gewoon een auto uit de car dealer kunnen kopen. Ik heb nog 760k, dus misschien dat we even nog een auto kunnen gaan weggeven aan iemand anders. Maar we gaan het even kijken. Oh, dit, twee RS3's. Nice, man. Right, let's go. Even kijken of er iets leuks in de dealer is. Maar ik denk dat alle auto's een beetje zo duur zijn, man. En de stokprijzen zijn mega duur vergeleken met de tweedehands dingen, man. Even kijken. Bij BMW, wat was die X5 of zo? Oha, jongens, die X5 is 586k. Is wel leuk om weg te geven, man, die X5. Weet je wat, jongens? Fuck it. Ik ga hem wel even fully black windows geven. En misschien een beetje uiterlijk. Ik ga hem gewoon kopen, kan mij het verrek, jongens. Alright, mannen, ik heb flink even de map doorgereden. Maar het is heel lastig om beginners te vinden. En we kunnen wel heel de stad door gaan rijden naar een beginner. Maar dat is gewoon niet te zoeken. Ik zoek eigenlijk even iemand anders of zo, man. Daar zit ook iemand in. Ja, ik weet alleen niet of ik dezelfde persoon nu ga aanspreken. Maar fuck it, let's go. Yadadi. What's up? Auw, auw. Oh, meneer. Oh, verdorie, man. Je rijdt me aan. Ja, nee, jij liep onder mijn auto. Dat is anders. Meneer, what's up? Wat? Wat bent u allemaal aan het doen? Bent u lekker aan het werken? Ik ben zeker aan het werken. Lekker, man. Hoe lang doe je dit werk dan, als ik vragen mag? Ik weet niet. Zo'n 2 weken bijna. 2 weken? Hoe lang ben je totaal in de stad dan? 3 dagen. Dus je bent 3 dagen in de stad, maar je werkt al 2 weken? Ja, soms af en toe gewoon. Oké. Maar hoeveel geld heb je dan al bij elkaar gesprokken dan? Ik heb nu 130k. 130k al? Heb je al een waggie of niet? Ik heb een Bronco. Een Bronco? Zo, doe maar weer, ouwe. Ja. Nee, goed bezig, jongen. Kan ik je even 10k passen, man, voor je harde werk? Als je wilt, tuurlijk. 102. Kijk, jongen. Hey, doe ze voor, man. Mag één zeggen? Ja. Zou dat doen? Ja, is goed, jongen. Shoutout naar Games for Real. Abonneer op hem en like de video. Ah, I love man, bro. Hey, zie ze aan mijn werk, hè? Okay. Yo. Ik ga stuk, man. Wat een legend, man. Goeie shit, man.
Ladadi, ladadoe, ladadam, dam, dam, day. Hele goede avond. Oh, hele goede avond, kerel. Hoe lang ben je al in de stad, als je vragen mag? Dus ik heb nu 2 dagen en 22 uur. Perfect. Oh, zo, oké. Dus je bent nog best wel een nieuweling in de stad. Ja, zeker. Ik zou er even afslopen, hoor. Zo hoop ik, anders een beetje om schop. Hey, vraag, hoeveel heb je op de rekening, als ik vraag mag? Aangezien je maar 2 dagen nog werkt, ja, en zo, denk je? Ik ben een beetje skeer, man. 8000. Je bent skeer! Oh, maar wacht eens even. Goed. Ben jij net die guy geweest die ik geld gaf? Wie? Ben je een andere? Ik ben een andere. Oh, verdorie. Ja, ik heb net iemand 10k gegeven. Die staat... Nou, boeien, zo maar. Maar, morgen. Yo. Hey, maar, zie je die X5 hier? Ja, die zie ik. Kom eens even mee, jongen. Ga jij eens even een testritje maken, dat ding. Heb je je werkbus op slot gezet? Ah, hoeveel? Je had 8000 euro, hè? Ja, maar 8000. Getverdorie. 111 geven. Gaat niet heel... 111. Zo! Zo, oh mijn god! Je nog harder zeggen voor de video, man. Even helemaal... Holy shit, wat is dit? Dankjewel, man. Oh, dat vond ik echt leuk. Bro, je mag hem hebben, man. Hij is wel stok, dus ja, hij is... Dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb gewoon een auto nodig. Ja, toch, hè? Heb je nog geen auto? Nou, ik heb wel een plukautootje, ja. Oh ja, plukautootje. Nou, nu heb je een dikke X5 erbij. Dit moet je daily driver worden, man. Ja, dat is fucking bruut, gast. Nee, goeie shit, man. Ik heb net een andere guy ook even een waggie gegeven. Dan kan je er toch even mee verder, toch? Ja, je mag ermee doen wat je wil, man. Je kan hem verkopen. Ja, hij is wel stok. Dus ik zou hem zelf gewoon ooit een keer fully maken. Dat is wat dik. Ja. En Riley, werkt ze nog een keer om dan... Ja. Veel plezier met je waggie, man. Dank u. Is goed, jongen. Hey, later, hè. Like en abonneer nou, jongens. Want wie weet maak jij natuurlijk ook kans op een gratis auto in future. Heel af en toe doe ik het wel eens. En ik vind het gewoon lachen om de mensen hun reacties te zien. Oprecht, mensen vinden het heel erg chill om een gratis auto te hebben. En het is nog best wel een struggle om in het begin ergens te komen, zeg maar, in future. Dus gewoon een dikke shout-out natuurlijk naar Riley en naar... Even zien, wat was zijn... ik ben zijn naam kwijt. Jorrit was het. Shout-out natuurlijk naar Jorrit en Riley voor... ze waren gewoon blij, leuke reactie, dus goeie shit. Jongens, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zet dat belletje aan, jongens, oprecht. Dan mis je geen enkele content van mij. Ik ben elke dag actief. Shorts, streams en video's, jongens. Wees erbij, zo super dope. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zeg ik tot de volgende keer, jongens. Ciao, boys.